Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. In Houten is vanmorgen vroeg dus een man doodgeschoten. Het gebeurde op een parkeerplek in een woonwijk in Houten-Zuid. Meerdere mensen hoorden de schoten en zagen het lichaam. Rond 5:30 werden buurtbewoners hier wakker door het geluid van schoten. Ze zijn toen naar buiten gegaan om te kijken wat er aan de hand was. En ze zagen het slachtoffer hier liggen op straat. Het zou gaan om een man van in de 30 die hier in de wijk bekend is. Hij woonde er vroeger, nu niet meer. Zijn familie woont er nog wel. En zijn moeder was op dat moment ook aanwezig. En volgens de mensen die ik heb gesproken was dat een hartverscheurend tafereel. Ondertussen weten we dat het gaat om de 37-jarige Rishi Rampedarad. Hij werkte als fruithandelaar in Utrecht. De geschokken buurtbewoners kwamen gelijk in actie. Ze hebben de hulpverleningsdiensten gebeld, maar helaas, de hulp mocht niet meer baten. Deze man die was al overleden. De politie zet daarna groot in. Met honden en een helikopter wordt er naar de dader gezocht. Maar die wordt niet gevonden. Maar wat is er nou gebeurd en waarom is Rishi doodgeschoten? Nou, dat zijn ook echt precies de vragen die wij ook hebben. Er is nog niet zo heel veel bekend. Wie is de dader? Hoe zag de dader eruit? Op welke manier is die gevlucht? Dit zijn allemaal puzzelstukjes waar wij echt de hulp van onder andere de buurtbewoner bij kunnen gebruiken. De politie is een team grootschalige opsporing gestart. Dat gebeurt bij complexe rechercheonderzoeken met een grote maatschappelijke impact. De familie van het slachtoffer en de buurtbewoners zitten vol met vragen waarop ze hopen een antwoord te krijgen. Want niemand begrijpt waarom Rishi vandaag is gedood. Nou, verslaggever Peter Huting is de hele dag dus al daar in Houten. En nu is hij bij het gemeentehuis. Ja, Peter, ik kan me voorstellen dat ze daar ook geschrokken zijn. Ja, dat klopt. Overal waar je komt in Houten, daar is dit vandaag het gesprek van de dag. Iedereen vraagt zich af, waarom is Rishi nou gedood? En ik sta hier met de burgemeester van Houten, meneer Isabella. U was daar vanochtend ook in Houten-Zuid. Wat trof u daar aan? Nou, natuurlijk grote schrik onder de buurtbewoners. En laat ik beginnen met te zeggen dat mijn gedachten natuurlijk uitgaan naar familie en vrienden van het slachtoffer. Heel veel meer kon ik die ochtend natuurlijk ook niet te horen krijgen. Politie was direct gestart met het onderzoek. Ja, en dit is natuurlijk niet wat je wilt horen als burgemeester. Daar schrik je zelf heel erg van. En ik snap dat de buurtbewoners, familie natuurlijk in het bijzonder, ook enorm zijn geschrokken. Ja, want dit is natuurlijk een incident. Dit gebeurt niet vaak in Houten. Toch, het doet wat met het gevoel wat mensen hebben. Mensen die schrikken hiervan. Hoe gaat u daar nou mee om? Hoe zorgt u er nou voor dat mensen nou niet denken van, oh, dit gebeurt heel vaak hier? Nou, het is wat u zegt. Het gebeurt gelukkig niet zo vaak in Houten. Ja, hoe ga je daarmee om? Je probeert de mensen natuurlijk toch wel gerust te stellen. Je gaat in ieder geval luisteren naar wat ze hebben meegemaakt. We bieden altijd direct slachtofferhulp aan. Dat is ook door de politie gedaan. De wijkagenten zijn extra op straat om ook ogen en oren te bieden. En vooral een luisterend oor aan buurtbewoners die zich terecht helemaal rotgeschrokken zijn, om het maar zo te zeggen. En zelf ga ik zodra het kan en zodra de rust enigszins is teruggekeerd. Ik heb geleerd als burgemeester moet je ook de politie in zo'n onderzoek niet voor de voeten lopen. Maar vanzelfsprekend ga ik bij de familie langs en zal ik ook een aantal buurtbewoners bezoeken. Ja, en u sprak dus vanochtend die buurtbewoners. Wat was nou hetgeen wat ze tegen u vertelden wat u het meest heeft geraakt? Nou, het meest toch wel dat ze zich enorm zijn rotgeschrokken van het feit dat ze zoiets in hun eigen buurt meemaken. Dat ze dachten dat het vuurwerk was, dat ze achteraf zich beseffen dat het iets anders is geweest. Ja, en dan schrik je enorm omdat het gewoon heel gevaarlijk is wat er is gebeurd. Dank u wel. Wij blijven deze zaak volgen. Bijzonder is dat de politie nog steeds geen signalement van de dader heeft. We weten dus niet wie er achter deze schietpartij zit. Mocht dat zo zijn, ja, dan melden wij dat natuurlijk gelijk. Peter, dank je wel.